wolkje. Hé, daar is geen wolkje. Oh, en ik zie een ster. Oh, wat dat die van. Theater Terra brengt de wereld van Kikker tot leven in een nieuwe familiemusical. Nou, op een avond zitten de vriendjes van Kikker en Kikker zelf op een berg te kijken naar de sterrenhemel en zien allemaal een vallende ster vallen en mogen dus een wens doen. En Kikker ziet als enige niet die vallende ster. Dus dat is natuurlijk jammer voor Kikker. En dan na een tijdje zijn de wensen nog niet uitgekomen en dan gaat Kikker ervoor zorgen dat die wensen uitkomen. En dat met alle... Nee, niet verder zeg ik helemaal niks. Doet het! Als je een vallende ster ziet, dan mag je een wens doen. En als er een ster op je kop valt, dan zie je nog meer sterren. Kan er een ster op je kop vallen? Het is niet aan mij om te zeggen wat het zo mooi maakt. Ik hoop dat het publiek het heel erg mooi vindt. Maar wat we wel proberen te doen, is dat we heel erg proberen de magie op te roepen van al die bekende kinderboeken, al die bekende verhalen die we vertellen. Dus we beginnen met in dit geval de boeken van Kikker, die heel veel kinderen en ouders al kennen. Of het verhaal zoals eerder dit jaar van de kleine zeemermin. Dus een bekend verhaal waar iedereen een bepaald beeld bij heeft. En dan daar een hele magische wereld omheen te creëren. En dat doen we vooral door, we hebben natuurlijk een heel te gek team van makers. Maar waar we vooral heel erg op inzetten is een beeldende voorstelling. Dus met mooie decors, poppenspel wat we natuurlijk vaak gebruiken. Gecombineerd met hele mooie muziek. En ook daarbij geldt weer, ik vind het mooi, ik hoop dat het publiek het ook mooi vindt. Maar voor ons is dat wel waar we ons in proberen te onderscheiden. Als er een gele ster pijlsnel door de lucht schiet, mogen de vriendjes van Kikker een wens doen. Ik wens dat... Sst, je mag het toch niet hardop zeggen. Anders komt je wens niet uit. Dit is mijn goede kant. Ja, Wesley, goedemiddag. Ja, het is de... Hoeveelste Kikker is het voor jou? Tweede maar. Ja, het valt... Ja, ik heb nog wat andere dingen gedaan. Maar ja, dit is de tweede Kikker eigenlijk, ja. Ja. Volgens mij heb je ook een klein beetje de regie gedaan, de tekst gedaan. Wat was jouw bijdrage verder behalve het spelen? Ik heb de regie gedaan, dus ik heb het stuk geregisseerd. Ja, dat was een beetje schizofreen, maar het is gelukt. Ja. Waar les je dan op? Nou ja, we hebben een vervangkikker gehad. Tenminste, iemand die heeft meegerepeteerd als kikker. Christian Coetzeer, goede poppenspeler en zanger en acteur. Dus die kon ik op deze plek zetten. En dan kon ik zo iedereen zetten waar ik wilde hebben en meegeven wat ik wilde. En daarna ben ik er langzaam zelf in gaan repeteren. Een doorloop gedaan. En ik heb gisteren mijn eerste try-out gedaan. En vandaag de première. Iedereen heeft hem zien vallen, behalve ik. Na een tijdje zijn de wensen nog niet uitgekomen. Is jouw wens al uitgekomen? Nee. Die van jou? Nee, maar ik vind het zo spannend. Hallo. Ja, hey Anouk. Hallo. Ja, school en dan meteen de eend. De eend, ja. Ja, eigenlijk wel. Ja, en dat is niet verkeerd, toch? Nee, absoluut niet. Nee. En dan om het helemaal in school te houden, natuurlijk met Wesley ook. Ja. Dus dat... Want hoe is dat? Even lang geleden natuurlijk. Ja, je kent elkaar al heel lang. Hoe is dat dan met meneer de regisseur te spelen? Ja, meneer de regisseur / klasgenoot ooit. Of ex-klasgenoot. Ik dacht dat het heel gek zou zijn. Maar dat is eigenlijk heel soepel gegaan. Dus gewoon er kwam heel veel lol bij kijken. En we gewoon als vrienden dit gemaakt. En ik hoop ook dat dat een beetje naar voren komt in het stuk. Dat er gewoon heel veel plezier is tussen de mensen zelf hier. Het was niet gek. Nee. Als ik nou weet wat ze hebben gewenst... Dan kan ik ze misschien uit laten komen. Beter dan ik had verwacht eigenlijk. Soms merk ik nog wel van, oh ja, zit pootjes recht en dat soort dingetjes. Maar het gaat heel goed. Beter dan ik had verwacht. Dus. Want als je dit gaat spelen, waar let jij op? Nou, waar niet op eigenlijk? Ik let eigenlijk op, ja, je bent voornamelijk met de pop bezig natuurlijk. En ja, of de chance. We doen echt alles met z'n vieren. Nou, en met techniek natuurlijk. Maar ja, voornamelijk met of de pop goed beweegt en de stem en of de changementen goed gaan. En, nou, eigenlijk alles. Ja, zeker, we hadden ook de eerste try-outs en zo. En dan hoor je wanneer het doek open gaat. Dan hoor je alle kinderen, oh, zeggen. Dan staan we achter, maar dan horen we meteen. Dat is gewoon genieten. Zo lief. De reacties van kinderen. Ja. Waar geniet je nou het meest van? Nou ja, van alles. Nou ja, ik vind Varkentje heel leuk. Want die heeft toch, die is een beetje dat dommige en ja, naïef ook. Die staat zo open de wereld in. En dan het serieus van Rad mogen spelen, dat is ook heel leuk. Dus ja, waar geniet ik het meeste van? Ja, toch wel de maanscène.
Dan zijn we twee mensen. Ja, vol... Ik vind het zo leuk. Dan hebben we een varkentje en dan zijn we alles aan het bewegen. Alles wat we toen in de repetitie ook al hadden bedacht van leuke bewegingen is er allemaal ingekomen. Ja, dat doen we samen ook. Dus dat is ook wel leuk. En op het dak vind ik ook heel leuk met varkentje. Ja. Niet bang zijn, eend. Dit is een bijzondere dag. Is dit de maan? Het de krafnaam. Ik ben een varkentje. Met poppen spelen. Mm-hmm. Een heel andere tak van sport, denk ik. Ja, klopt. Heb je niet voor gestudeerd, volgens mij? Niet voor gestudeerd, nee. Nee, ik doe wel sprookjesboom ook, maar die hebben allemaal geen benen. Nee. Dus ik was altijd een beetje angst. Dat ik dacht, dan moet ik dadelijk met benen ook aan de slag. Nou loopt zij vrij makkelijk, dus ik had het best oké. Maar die andere mannen dachten echt, dat is echt wel een klus. Ja. Maar het is wel heel leuk. En het zorgt er ook wel voor, merkte ik nu, dat je er heel snel in komt. Omdat je zo in die pop zit. Je kijkt niet in de zaal, maar je kijkt naar je pop. Dus je bent echt met hetgeen bezig waarmee je bezig moet zijn. En ik ben snel vaak afgeleid. Dat kan nu niet. Dus dit was wel goed. Ja. Nou, het is zo grappig. Het was de eerste voorstelling na mijn opleiding, kikker, waarin ik een grote rol speelde. En ik ben een soort van vergroeid met dit kleine mannetje. Ja, zo is het. Dus ik doe er ook kleine voorstellingen mee en voorleesvoorstellingen. Dus ik heb het idee dat ik hem heel goed ken. Of dat wij elkaar goed kennen of zo. Dus, ja. En dan schrijf je voor kinderen of je regisseert voor kinderen. Waar let je op? Ik blijf op hameren dat we kinderen niet te dom moeten rekenen. Dus ze krijgen heel veel heel snel mee. Ik vind het leuk dat we tijdens deze voorstelling voor het eerst uitproberen om met interactie met het publiek te krijgen. Ja, en sowieso al die thema's die Kikker altijd met zich meebrengt. En nu ook weer het uitkomen van wensen en dingen doen voor elkaar en vooral samen dingen beleven. Ja, daar sta ik heel erg voor. En daar staat Terra voor en daar staat deze voorstelling voor en daar staat Kikker voor. Dus dat komt heel goed samen. En dan niet vergeet de humor natuurlijk. En de humor. Ja, er moet wel een beetje gelachen worden. Ja, en dat is zo fijn aan het script van Brunkuit. Dat het ligt er nergens heel dik bovenop. Het komt eigenlijk vanuit de personages zelf. Wat de grappen zijn en hoe ze doen. Wat het grappig maakt. En dat is heel fijn. Stel nou, ik ben Haas. Wat zou ik dan wensen? Vriend heb je niet voor de show. Een vriend is het mooiste cadeau. Ik heb een volgende ster gezien. Qua zenuw is het fijn, maar qua podiumbeest of zo is dat soms jammer. Omdat je dan eigenlijk wil checken of niet checken. Maar je wilt gewoon een beetje voelen of kijken hoe er wordt gereageerd. Ja. Dat kan dan niet, maar daar wen je ook wel gauw aan. Op één momentje natuurlijk even. Ja, dat klopt, ja. Dan mag je even die zaal in. Ja, dat is wel fijn. Met het kindje bedoel je. Ja, ja dat is heel leuk. Want dan kan je het inderdaad een beetje zien hoe het valt. Maar ja. Je wensen, je dromen, de dingen die komen. Je bent er voor elkaar. Je deelt het met vrienden. Je deelt het met vrienden. Kikker en de vallende ster van Theater Terra. Komen. Samen met mijn vrienden vliegen naar de sterren.